Meditatie om je pure ik te ervaren. Mijn naam is Vilna van Betten en mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren naar meer gezondheid en geluk. Vind nu een plek waar je even rustig kunt zitten of liggen met je rug recht, zodat je energiebanen optimaal kunnen stromen. Merk maar terwijl je nu op deze plek bent, dat je de behoefte voelt om de aandacht eens even helemaal naar binnen te keren. Het is een moment echt helemaal voor jou. Alle geluiden om je heen maken dat je juist nog meer ontspant en de aandacht en de focus houdt op dat wat er in jou afspeelt. Voel maar, hoor maar en zie maar elke sensatie die je nu ervaart. Alles is precies goed voor dit moment. Je stelt je voor dat je een trap afgaat. Een trap met 10 treden. Je voelt het relief onder je voeten terwijl je boven aan de trap staat. Je merkt een ongelofelijke heerlijke sensatie van opgewondenheid, nieuwsgierigheid en tegelijkertijd een diepe ontspanning door heel jouw lichaam. Je merkt het aan je schouders, die helemaal ontspannen voelen. Je kaaklijn, die zacht is. En je ruggenwervel, die van de boven tot de onderkant helemaal ontspant. Je zakt steeds dieper in je bekkenbodem, waardoor ook je benen, je onderbenen, je voeten en je tenen helemaal ontspannen. Heel goed. En terwijl jij meer en meer ontspant, loop je dieper de trap af. Trede nummer 10, naar 9, naar 8. Om je heen ervaar je de aangename temperatuur. Terwijl je trede nummer 7 bent en 6, voel je dat je steeds dieper gaat. Zo diep ontspannen ben je nog nooit eerder geweest. Trede nummer 5. Je voelt de aantrekkingskracht om jouw diepste pure ik te ontmoeten. En je weet dat naarmate je nu verder loopt, trede nummer 4 onderaan de trap, trede nummer 3 en 2, weet je dat de ontmoeting met jouw diepste ik steeds dichterbij is. Je staat op trede nummer 1 en je ziet een deur aan het einde van de gang. Achter die deur schijnt een prachtig licht. Je staat nu onderaan de trap. Je bent vol nieuwsgierigheid en je voelt je meer ontspannen en op je gemak dan ooit. Alles in je lichaam voelt helemaal veilig en vertrouwd. Je voelt de verbondenheid met een diepere laag die nu meer en meer in aanwezigheid in je bewustzijn komt. Want naarmate jouw bewustzijn zich uitstrekt, voor je, achter je, boven je, onder je, voel je de verbinding tussen je diepste zelf en alles wat je nu ervaart. Je loopt de gang door en je staat voor de deur. Je doet de deur open en stapt in het prachtige licht. Elke sensatie die je nu ervaart, is er één die boven alle verwachtingen uitstijgt. Het geeft een tinteling door heel je lichaam. Voel maar in je handen hoe het tintelt. Nu alles stroomt omdat jij in jouw bron bent. Je plek waar alles klopt. Waar alles mogelijk is. De onuitputtelijke bron van mogelijkheden. Waar jij nu in diepste verbinding bent. Je voelt wat je voelt, je hoort wat je hoort en je ziet wat je ziet. En terwijl jij nu de ruimte doorloopt, voel je een aanwezigheid. Een aanwezigheid in de vorm van een mentor, een gids, jouw begeleider, misschien wel je beschermer. Jij weet precies het woord wat daarbij past. En terwijl deze ervaring nog dieper gaat, loop je de ruimte door en ontmoet je jouw beschermer, die aanwezigheid,
op wiens oordeel je altijd vertrouwt. Die stem in jou, die altijd gelijk heeft. Misschien zie je het voor je als een persoon, een schim, of een gids of een begeleider. Misschien zie je het niet en weet je dat het er is. Misschien weet je het nog niet, bedenk het dan maar. Stel het je maar helemaal voor dat jij nu daar bent, aanwezig met jouw begeleider, jouw gids, jouw beschermer. Je hebt deze persoon, deze aanwezigheid, deze gids of deze beschermer al een hele tijd niet meer van zo dichtbij ervaren. Stap helemaal in de beleving en omhels deze aanwezigheid. Maak deze ontmoeting innig en smelt samen met deze aanwezigheid. Alles wat je nu ervaart is precies wat je nodig had om weer te kunnen vertrouwen op wie jij in wezen bent. Deze aanwezigheid van jouw beschermer, jouw gids, is datgene wat jij nu miste. En het was altijd al aanwezig. Misschien ontdek je dat je buiten jezelf hebt gezocht, terwijl de antwoorden binnenin liggen. Merk maar hoe het nu als een soort prachtige melange van kleuren in al je cellen sterk voelt. Om je heen in de ruimte, terwijl jij dieper en inniger omarmt met jouw begeleider, jouw gids, worden de kleuren veller, intenser en meer aanwezig. Zo is er de kleur rood, die zorgt dat jij in je basisfundament blijft, op aarde, veilig, vol zelfvertrouwen. Ook zie je de kleur oranje, die jouw identiteit weergeeft. Ook je seksualiteit, de balans tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. En wie jij bent. En terwijl je verder kijkt en voelt en ervaart, zie je ook de kleur geel. En als je hem niet ziet, weet maar dat geel er is. Geel is de kleur van de regie over je leven ervaren. Het heft in eigen handen houden. Vanuit die basisveiligheid en vertrouwen. Je identiteit helemaal gaan voor jouw dromen en ze waarmaken. En ook is de ruimte en jouw cellen inmiddels met jou gevuld met de kleur groen. De groen van zelfliefde. Dat je zaken kunt omarmen, jezelf en de ander. Verbindingen aan kunt gaan vanuit liefde. En ook in de ruimte is blauw aanwezig. De kleur van de verbinding tussen hoofd en hart. Die zorgt dat jij doet wat je hart je ingeeft. En maakt dat je daar de juiste bedenkingen bij hebt. En de juiste keuzes over maakt. En de kleur paars. Waardoor je volledig op je intuïtie vertrouwen kan. En dan als laatste prachtige kleur. Het beetje roze, transparant, parelmoerkleur. De kleur met de verbinding met je bron. Zodat je altijd waar je maar bent in deze verbinding bent. Omdat al deze kleuren in jou aanwezig zijn. In jouw bron, in jouw diepste zijn. Ben je goed genoeg? Mag je kiezen voor jezelf? Mag je jezelf lief hebben? Durf je te gaan voor je dromen? Voel je liefde voor jezelf en de ander? Merk je dat je leeft vanuit je hart? Geef je expressie aan wat je voelt? En durf je vanuit intuïtie te vertrouwen op een hogere, grotere macht die jou steunt in verbinding met een onuitputtelijke bron? Dus terwijl deze prachtige ruimte nu helemaal gevuld is met al deze kleuren en die als vanzelf nu in al jouw cellen geïntegreerd zijn samen met jouw gids, jouw mentor, jouw beschermer.
neem je deze hele sensatie mee terug naar de trap, in verbinding, zoals het altijd was en had moeten zijn. Deze verbinding neem je mee terwijl je de trap omhoog loopt. Van treden nummer 1 naar 2. En terwijl je verder omhoog gaat, integreren de kleuren als een tornado in jouw cellen en vormen ze steeds meer een eenheid. Je voelt je daardoor sterk, krachtig. Je stapt op treden nummer 3 en 4. Je voelt je weer verbonden. En de antwoord op al je vragen over wie je bent en wat je wil, komen als vanzelf. En als jij daarop vertrouwt, is het er sneller dan je denkt. 5. Je bent bijna boven aan de trap. En je voelt dat je sterker bent dan ooit. Vol vertrouwen dat je vanuit deze krachtbronnen altijd in verbinding bent. Treden nummer 6. Treden nummer 7. Treden nummer 8. Je voelt je wakker, alert, energiek. Je staat bijna boven aan de trap. En als je daar bent, is alles geïntegreerd. Treden nummer 9. Treden nummer 10. Je bent boven aan de trap. Dankbaar voor deze innerlijke reis die in de verbinding weer helemaal klopt. Je bent weer verbonden met je pure ik. Met wie je bent. Wat je dromen zijn en waar je voor bedoeld bent. Je zingeving en je missie. En je weet, je vertrouwt dat de antwoorden daartoe vanzelf nu op je pad komen. Na 5 tellen open je ogen en ben je weer helemaal terug in het hier en nu. 5, 4, 3, 2. En open je ogen. Geniet van deze heerlijke sensatie. Voel na en vertrouw. Namaste.